op de kleine kromme pootjes. Liefje, waar ben je? Ik ben al vast begonnen met de feta kaas en met de dadels. Nou ja, eerst de piet eruit en dan de feta kaas erin. Dat was toch de bedoeling. Ik ben Frank. Eigenlijk Franciscus, maar iedereen noemt mij Frank. Frank is mijn vierhoofd boven achterbuurman. En ik heb al van alles over je verteld. Ze is jarig vandaag. Ze is het feestvarkentje vandaag. Oh, speelt de klarinet. Maandag. Dat is een blokfluit. Een beetje verwijfd instrument, hè? Ze zegt alles wat er in de hoofd opkomt. Dat doet ze om vlot en modern over te komen. Ga maar lekker met je eigen haast en bemoeien. Wat doe je nou eigenlijk hier? Ik was kwaad. Zinloze iemand. Lijkt tot niks. Jezus, zijn jullie hier? Wat is het nou voor idioot? Waar staat de witte wijn? Moet ik alles weer doen? Mensen willen toch witte wijn? Hallo. Dit is mijn dochter Iris. Wat is er? Mam, ik weet niet of je het weet hoor, maar je hebt gasten. En ook al zijn het allemaal stelletje stakkers, als je ze uitnodigt moet je ook in. Dat denk ik, hè? Nou, kom op. Oma, jij moet ook helpen. Kom op, handen uit de mouwen. Geen gezeik. Nu komen. Oma. Ik smeer dat spul niet in die bruine dingen. Dat zou jij doen hoor. Zeg maar Frank. Franciscus, maar Frank. Nu kom en dan nu. De eerste les, daar zit helemaal geen praktijk bij. Nee? Nee. Alleen maar theorie? Ja. En dat is van die droge kost allemaal, hè? Ik wil wel dat ding van jou wel eens vasthouden. De fluit. Hoe houden wij de fluit van? Twee handen. Ja, met twee handen. Wij zetten de vingers op de gaatjes. Wij rechten de rug, de goede hand aan. Een lichte bevochtiging van de lippen. En ja, zo. En wij halen goed adem. En wij fluiten rustig, wij blazen rustig. Kinderpsychologie en als bijvak prentbak. Wat kijk je naar? Ik kijk helemaal niet naar je. Ik kijk toevallig die kant. Je kijkt wel naar me. En dan zeg ik, je hebt iets in je ogen. De lenzen. Iris?
naar 42. Hij was nog